Zo, dames en heren. Welkom terug allemaal. We hopen dat je rustig, goed uitgerust bent teruggekomen uit de pauze. Ik moet zeggen, ikzelf heb niet helemaal op mijn gemak gezeten. Want zoals jaar heb ik mij gespecht op het volgende optreden. Het is in een groep, dus ze dansen dit jaar al voor de zesde keer met. Ik ga de buur vrij maken. Ze geven u een voorproefje op de lente. Hier komen ze, onze vaste dansgroep Ladybird. Oh,
Hey, wauw man, de dames van Ladybird. Hey. Oh, wie hey. Ja, ja, Koen. Hey, en zij noemen maar eens uit met gaapleppelen. Oh, veel het op. Ja, ja. Oh, we moeten nog een weerbericht maken, weet ze nog? Oh ja, man, ga je een zin aan ellen, weet ze dat? Er kijkt toch geen. Nee. Nee, kent zich nog herinneren, de goeie oude tijd, wie we nog het weerbericht op de radio presenteerden. Oh, ja, dat was chic. Want toen had ze echt contact met de loesterer. Ja, dat was chic. Ja. Weet ze nog met die vrouw, die heel snugge vrouw, toen belde? Oh, de mens met die heel schoon blond vrouw, ja. Die lag smurkens met haar mens, lag die in bed naar de radio te loesteren. Ja. En ineens kwam het volgende bericht. In verband met de sneeuw, moet de sneeuwschuiver langs, dus wordt gevraagd om de auto aan de kant van de oneven nummers te parkeren. Dus het spoeit zich de trap af, loop naar buiten toe, zet de auto aan de goede kant van de straat, loop weer terug naar boven, legt zich nog even terug in bed met de mens. En zangerdaags, precies dezelfde situatie, ze liggen weer samen lekker in bed smurgens. En toen kwam het volgende bericht. In verband met de sneeuw moet de sneeuwschuiver langs, dus gelieve de auto aan de kant van de even nummers te parkeren. Dus het spoeit zich weer de trap af, kijkt naar buiten toe. Zet de auto aan de goede kant van de weg, stap uit, druk de trap op. Legt zich weer lekker tegen de mens in bed. En zangerdaags, precies diezelfde situatie. Ja, ze liggen weer gezellig samen in bed. En ineens komt de radio met het volgende bericht. In verband met de sneeuw moet de sneeuwschuiver langs en nog... Ja. Storing dus. Dus dat vrouwtje, gans in paniek. Het zegt, ik heb het niet goed kunnen horen. Aan welke kant van de weg moet ik dan vandaag mijn auto zetten? Och, schat, zet hem eens. Anders laat ze hem vandaag lekker in de garage staan. Ja. Oh. Maar ja, het heeft wel altijd gehad, vind je, als er sneeuw ligt. Ik hoop dat we dat over 25 jaar ook nog mogen metmaken. Hoezo? Ja, met klimaatverandering en zo, ja, de aarde warmt op. Ja, nu houdt hem nog. Heerlijk.